Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van De Frisse Blik. Wij gaan jullie vandaag laten zien wat er in 1916 is gebeurd met dit gebied. Het was toen overstroomd en het was een grote watersnoodramp. Wat veranderde er toen in het leven van de mensen die hier woonden? Er staat straks daar een heleboel mensen op ons te wachten en die kunnen wij dan ontzettend veel vragen gaan stellen. Hoe het nou eigenlijk was en wat er nou echt veranderde aan hun leven. U ziet hier het straatje dat het hardst is getroffen. Zoals u ziet is alles geplunderd en de mensen kunnen hier sowieso niet meer gaan wonen. Nou, we zijn nu dus ter plekke en ik ga even kijken of ik wat mensen kan interviewen. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Wie ben jij? Mijn naam is Rosa en ik interview mensen voor informatie wat gebeurd is na de watersnoodramp van 1916. Ik ben Duifje. Hallo Duifje. Dag. Wat is er veranderd aan uw leven na de watersnoodramp van 1916? Vertrouwen. Want we hadden op de dijken vertrouwd. En dat bleek niet te kunnen. En dan denk je, onze wijze mannen die het allemaal zo goed weten, weten het dus helemaal niet zo goed. Want anders was dit toch nooit gebeurd. Dus vertrouwen, dan ben ik kwijtgeraakt. Dus de ramp kwam zeer onverwacht. Ja, het kwam heel onverwacht. Ook weer niet onverwacht. Alleen hadden we niet verwacht dat het zo erg zou worden. Want het regende al weken. Dus het land was helemaal verzadigd van het water. En toen ging het stormen. En 3 dagen achter elkaar, het water kon alleen maar omhoog. Dus dat ging de dijken over. Ja, wat doe je dan? Je gaat je matten oprollen. Je gaat spullen naar boven brengen. Eten en drinken naar boven brengen. Want met hoog water zijn we wel gewend. Het gebeurde wel vaker. In de winter of in de herfst. Daar staat Nederland onbekend. Ja, precies. Maar dat de dijken zouden breken, dat wisten we niet. Dus toen om 3:30 's nachts de kerkklokken gingen luiden, toen wisten we dat het foute boel was. Het belangrijkste wat wijzigde is dat ze daarna de afsluitdijk gingen maken. En mijn man is visserman. Ja, en toen konden ze veel minder vis vangen. Dus die moesten een ander soort werk gaan zoeken. Dat is het belangrijkste wat na de watersnoodramp veranderd is in mijn leven. Bent u bang? Zeg maar dat er eventueel een overstroming zou komen? Want het is ook best wel veel in het nieuws dat de dijken niet zo sterk zijn als dat men zegt. Nee, ik ben niet bang voor een overstroming. Nee, dat gaat wel goed. Nou, zoals jullie hebben gehoord, hebben heel veel mensen er allemaal een verschillende mening over. Wat ze zouden doen, welke eigendom ze zouden missen en wat ze denken dat er zou veranderen aan hun leven na de watersnoodramp.